Terwijl we aan het verbouwen waren en dingen aan het verplaatsen waren, kwamen we erachter dat er een luik in het vloer zat. Daaronder blijkt dus dat we een gigantische waterbassin hebben gevonden van 40.000 liter water. Dit willen we uiteindelijk in het brouwproces gaan gebruiken als koelwater. Het bespaart eigenlijk bijna de helft aan water wat je gebruikt om bier te brouwen. We hebben hier een regenwaterfilter staan van Hemelswater. Die bovenop het grove filter eigenlijk de bladeren tegenhoudt. Uiteindelijk stroomt in een halve avond eigenlijk de bovenste kist vol met regenwater. En uiteindelijk gaat die door een membraanfilter langs actief kool. En dan komt het in de onderste tank terecht, waar het uiteindelijk vanaf dat moment drinkbaar water is. Zolang het niet regent, is er ook geen bier in principe. We zijn hier op dit moment in de brouwerij, of althans wat de brouwerij moet worden. Straks is het de bedoeling dat je, als je zeg maar in het café een biertje komt drinken, dat je door de mooie wand achter ons keurig netjes ziet wat wij op dat moment in de brouwerij aan het doen zijn. Hier komt een brouwsysteem met 4 ketels waar je zeg maar in het midden kan staan alles te bedienen. Dus dat je dan echt een verbinding hebt van hey, ik drink een biertje en hij is hem daar aan het maken. Of zij, afhankelijk van natuurlijk wie het aan het doen is. Dat is in het kort de brouwerij. We zijn in het horeca gedeelte eigenlijk van het fort. Multifunctionele ruimte, trouwerij, duurzaamheidscafé, lesgeven. We hebben natuurlijk best wel met wat verschillende persoonlijkheden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus die moeten ook nog gecoacht worden. Dus een prachtige ruimte vol. Ondanks dat we nog volop in de bouw zijn, hebben we hier al echt wel heel veel feesten en partijen gehad. En diverse bijeenkomsten, ondernemersverenigingen. Omdat we best wel wat leuke doelen hebben gesteld, worden we vaak gevraagd om wat te vertellen over onze plannen. En de ondernemersvereniging vindt het ook prettig, zeg maar. Dus dit is een ideale vergaderlocatie geworden, lijkt. En hier langzaam richting het biercafé. Dat is natuurlijk een beetje de trots van ons. Met, zonder ruimte is al volop in de bouw, dus het is echt volop in ontwikkeling eigenlijk. Een keuken op een binnenplaats gemaakt, bijzondere toiletten. Ik weet niet of je daar nog een kijkje wil nemen. Het is wel raar om iemand uit te nodigen op een toilet, maar we vonden het toch wel grappig om dit mee te nemen, omdat het echt een biercafé wordt met eten. Dus je moet denken dat hier ook nog gewoon bordjes komen om de duurzaamheid te benadrukken van lauw bier produceren we hier. En we zijn dankbaar dat u het product terug kon brengen. Wij hebben bedacht om dit te overkappen, om hier uiteindelijk een kookeiland te creëren. We hebben geen gas, dus we willen met een keramische barbecue willen we hier onze bierburgers gaan bakken. We hopen dat het echt medio januari open te hebben. En dit is de hoofdentree. Je begrijpt hier avondterras. Mooie terras voor overdag, vol in de zon. We hebben een fietspomp, we hebben fluisterfletten, dus we kunnen hier prachtig de hele stelling afvaren. De bedoeling is uiteindelijk dat we ook ons kleinvee, die we voeden met onze bierborstel, hier naast het terras krijgen als een soort kinderboerderijachtige sfeer. Krijg straks je e-bike mee, dan kan je de fietspomp op en dan kom je hier weer terug en eet je een heerlijke bierburger met uiteraard een van onze mooie Helderse bieren. Dus dit wordt echt een fantastische plek om te recreëren.